Janneke hier van Gaming with Pluis. Vandaag ben ik met een speciale gast, Rob. Zeg maar eens hallo Rob. Hallo, ik ben Rob. Ik ben 13 jaar oud en ik ben een goede vriend van Janneke. Nee. Dit wordt een survival serie, zonder je L. Ja, survival serie ging niet zo goed, want ze vond het niet zo leuk, want ze ging steeds dood. We gaan natuurlijk zoals altijd beginnen met houtkappen. Dit is niet op een multiplayer server of zo. Rob gaat gewoon achtergrondcommentaar geven. Zullen we zo zeggen. Die gaat gewoon gezellig meepraten. En geeft commentaar op wat ik doe. Toch Rob? Ja. Oké. Okay. Ik denk dat de eerste episode vooral mijn wordt. Want ik bouw meestal niet in het begin mijn huis. Ik doe meestal eerst mijn en dan huis. Oh ja, dat klopt. Dat ben ik ook gewend inmiddels van jou. Nee. Wacht, kom. Ik ga een stekje hout halen. Een stekje uit de planken. In welke biome zit je? Ik zit in gewoon een normaal bos. Dus dat is wel fijn. Zover heb ik geen beesten gezien. Ik weet niet of je peaceful staat. Ja, dan zou je alles gek op. Minecraft heb ik gespeeld. Maar ja. Er komt ook binnenkort een bandje. Dus ik weet niet precies hoe het heet, maar dat is in ieder geval een soort van achtergrond hoe mijn kanaal eruit ziet. Die heeft ook opgemaakt. En die ziet er best wel mooi uit. Die komt er ook heel snel aan. Ik heb nu een stekhouten plank. Oké. En dan ga ik een crafting table maken en een houten pickaxe. Ja. Dus dat is dat. Naar welke biome wil je daar gaan opzoeken? Geen idee. Dat is wel een leuke uitdaging. Tot ik steeds moet blijven reizen. Dus tot ik maar een bepaald aantal dingen heb. Tot ik bijvoorbeeld een ezel heb waar ik mee kan reizen en dat soort dingen. Ik wil zeker sowieso lang langs de Mesa. Wat lang? De Mesa baaien. Ja. Ja, die is fijn eigenlijk wel fijn. Gewoon om loot die je daar vindt. Kan vinden. Je moet wat eten hebben. Misschien komt ook weer een nieuwe episode om een Zeroid. Een keertje. Dat weet ik niet, maar een Zee vind ik best wel leuk om te spelen en Smash ook. Ghostcraft ietsje minder, maar ook wel leuk. Dus daar kan ook op. Ik wacht erop op binnenkort video's van. Rob, je kunt ook vertellen op welke sporten je zet. Als ze dat oh ja, vertellen. Ik zit op judo. Ja. Ik zit op judo en jiu-jitsu en op waterpolo. Dus zou ik zeggen dat ik het best wel druk heb, want ik zit in een tweede. En dan zou je normaal veel huiswerk moeten hebben, plus het opnemen, plus de sporten die ik doe. Het valt best wel mee met de tijd die ik heb en over heb. Ik heb denk ik een cave gevonden, ik weet het niet zeker. Dus, maar in ieder geval, ja, de song heeft volgens mij. Maar ja. Oké, het is net een caveje. Ik hoop dat je gewoon wat kool kan vinden. Nou, wel ijzer in ieder geval, dat is ook goed. En een skelet en net kool, met meer ijzer. Eerst een cave. Ja. Zo'n skelet is op elkaar te vechten. We mogen ze neer met ze willen maar doen. En er zijn best veel monsters hier. En aangezien ik geen eten heb, zal dat misschien nog wel een probleem kunnen worden. Ik heb gewoon wat cobblestone bij al die monsters plaatsen. Ik kom hier later denk ik wel terug. Eerst ga ik al het ijzer mijnen, de kool. Er zijn ook geen beesten in de buurt, dus ik zou het echt zonder eten moeten gaan mijnen. Ik zou dus van zombievlees en spinnenogen moeten leven, dus dat wordt gezellig. Rob, wat doe jij nou tussen nu? Oh, ik zit gewoon een beetje op Facebook. Oké. Volgens mij heb ik het een keertje eerder verteld, maar Steven gaat ook voor onze Facebook-account regelen en Twitter volgens mij ook.
Dus dat kun je ook alweer binnenkort misschien verwachten. Ja, van Steven wel, denk ik. Voor mij nog niet zo heel snel, maar dat zal ook nog wel uitkomen. Ik is nu eventjes uit de cave, want ik heb een bot. Ik bij een nieuwe update zou ik er geen brood van kunnen krijgen. Maar wel bijna een brood, dus ik ga even wat seeds meenemen. Dus ook gewoon onderweg broden kan maken, als ik genoeg botten heb. Dat is een mooi alternatief voor het voedselprobleem dat ik nou heb. Dat is onze eerste seed, ik neem er 4 of zo mee. Dan ben ik ook hier klaar, maar het zijn er al 2. En je leeft niet van rotten flesh en spinogen? Nee. Nog niet. Oké, dat zijn 4 seeds die ik krijg. Wauw. Ik kan ook weer terug naar een cave gaan met mijn oven waar mijn arm in zit. Moet ik even de deur meenemen, grijpen. En ik heb ook soms hele kleine lag spikes. Dan komt vanwege ik nu iets voor nieuws probeer om mee op te nemen. Ik heb ook een hoon nodig. Ja, het nieuwe is dat ik. Oh, ik heb net zeker als ik was gemaakt. Oké. Een nieuwe manier om op te nemen is dat ik 60 frames per seconde 30 neem. Dus als ik mijn video's terugkrijg, lijken ze. En andere video's die ik terugkijk niet. Dus dat vind ik een beetje gek. En dan ga ik proberen te voorkomen. Oké. Ik heb nou 1 wiet. Had slechter gekund. Had ook beter gekund. Ik heb nu een iron pickaxe maken. Net ook de crafting table hierachter. En naast onze tweede creeper. Dus nu meer in de weg loopt dan iets anders. We gaan ook wat extra kool mijnen. Want we weten hebben we binnenkort nodig. Niet zo heel veel kool. Nou. Ik weet nog niet hoe we deze titel gaan noemen. Misschien rode paddenstoelen in het begin. Nee, grapje. Het moet een slechte titel zijn, maar. Tussen mij komt weer wat ijzer. IJzer kun je van een boel dingetje gebruiken. Van tools tot armor. Dus ijzer heb je wel nodig. Ja, dat heb je wel snel nodig. Oké. Creepers kun je, aan de ene kant zijn ze fijn, andere kant ook al niet. En door de explosie kun je weer wat nieuwe materialen krijgen. Dus creepers kunnen fijn zijn. We gaan dieper de cave in, denk ik. Ook al is het dieper niet altijd beter. Nee, want het loopt dood. We hebben toen al 2 soorten vijanden tegengekomen. De creeper, die opblaast en de skelet. Je hebt ook nog spinnen, je hebt ook nog zombies. Oh, dat is nog een skelet. Ook heb op die 2 bonus. Gewoon irritamper, wel genoemd. Ja, inderdaad. We hebben dus wat meer bones, dus we gaan wat farmen. Bonen bedoel ik. Oké, we kunnen dus nu een broodje maken. Nou, je mag geen extra seeds, maar niet uit. We kunnen dus nu een brood maken. En dan gaan we ook wel in een mijn overleven. Zoals je ziet, mijn leven is balkje hersteld nu niet. Dat komt vanwege ik honger heb. Dus zoals de mensen die het niet weten. Ik kan ook armen maken, dat ik minder snel dood ga. Dat zou ook misschien nog kunnen helpen. Ik kan ook een zwaard denk ik maken. Of een zwaar iron. Ja. Zat van iron. Ik heb nou stenen, dus iron is ietsje beter. Ik ga eigenlijk een borstplaat maken, dus dat is dus de meeste. Dat geeft me de meeste protectie. En een zwaard ga ik natuurlijk ook maken. Ik kan ondertussen ook al wat meer
kolgemijnen. 3 meer kolven, wat meer fakkels.